Ja. Wat ik denk, is, ja. Is het niet gewoon rotti met een op? Rotti? Ja. Rotti, ja. Ik zeg ook altijd roti, maar het is rotti. Ja. Ja. Rotti. En rotti-koekoes. 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 Hey, die is de rotti-koekoes. In deze video wil ik je laten zien dat je een cake niet altijd hoeft te bakken in de oven, maar dat je hem ook prima kan stomen in een stoompan. Nou, in Indonesië weten ze dat al heel lang, daar heb ik dit recept ook vandaan. Het is het recept van de rotti koekoes en ik heb het een klein beetje aangepast. Eigenlijk gewoon een heel klassiek cakebeslag, waarbij je begint met het opslaan van je eieren met de suiker. Ik heb de eieren en de suiker 5 minuutjes opgeslagen in de staande mixer. En het moet als een lint van de garde lopen. En het neemt wel 4 keer in volume toe. Nou, nu ga ik er de bloem bij doen. En even 7 altijd, die bloem. Klein beetje zout erbij. En die bloem er luchtig doorheen spatelen. Ik heb natuurlijk net heel veel lucht in het beslag geslagen. En dat wil ik er zoveel mogelijk in houden. En dan gaat er ook nog 7-Up bij. En dat geeft een extra zoetje en extra lucht aan deze cake. Dan ga ik hem nu in 2 kommen verdelen. En de helft gaat hierin. En door deze helft ga ik groene theepoeder spatelen. Geeft een mooi groen kleurtje en een lekkere smaak. Kijk, nu heb ik een mooi lichtgroen cakebeslag. Nou, het beslag is klaar. Dan kan ik het nu gaan stomen. Nou, hoe doe je dat nou? Een cake stomen. Kijk, ik heb hier de stoommand. Die hang ik zo boven kokend water. En die bekleed ik met een uitgespoelde theedoek. Uitspoelen is belangrijk, want er kunnen zeepresten in zitten. En ja, dan wordt je cake niet lekker erop. Dus dit is gewoon je cakevorm. Dan ga ik daar om en om het beslag in gieten. Zoals je dat ook doet met het maken van een zebra cake. Kijk, het is mooi dun beslag. Klein beetje van het witte beslag erin. En dan vervolgens schiet je een beetje van het groene beslag in het midden. Dan giet ik een bodempje kokend water in die pan. Nou, let erop, ik gebruik namelijk een diepe stoompan. En dat is niet zonder reden. Kijk, die stoompan die mag niet in het water terechtkomen. Dus je moet even uitkijken met de hoeveelheid water die je erin giet. En heel belangrijk is dat je hier ruimte hebt waar de stoom zich kan verzamelen onder de deksel. Zodat je ook hitte van bovenaf hebt. Als je bijvoorbeeld een ondiepe stoompan gebruikt, zoals deze. Kijk, dan komt de cake ook helemaal tot aan de top. Als je dan de deksel erop zet, zit die vlak onder de deksel. Dan krijg je geen stoom hier en ook geen hitte. Kijk, eigenlijk til ik de deksel liever niet op, omdat er dan hitte ontsnapt. Maar je ziet, kijk hier, die stoom die zit daarboven en die gaart aan alle kanten die cake. Gaat supersnel, duurt maar 30 minuten in plaats van een uur in de oven. Ik smelt ondertussen witte chocolade voor de topping. Ik maak die cake af met een topping van witte chocolade en roomkaas. Nou, die roomkaas die ga ik eerst even goed losdraaien. Daar willen nog wel eens klontjes in komen. Doe ik even in de machine. En terwijl die draait, doe ik er dan de witte chocolade die ik net heb gesmolten, aubergine, doe ik erbij. Het is super simpel, ontzettend lekker. Past heel goed bij deze cake. Ga ik hem nog even testen op gaarheid. Even goed een prikker erin. En als hij er helemaal droog uitkomt, nou, deze is mooi gaar. Ga ik hem voorzichtig uit de stoommand trekken. En dan ga ik die doek er langzaam afpellen. Hij is nogal heet. Dus ik keer hem even op een deksel. Dan kan die hele doek eraf. En dan kieper ik hem zo op een rek. En laat ik hem een half uurtje afkoelen. Nou, ik ben heel blij met mijn cake. Hij is helemaal afgekoeld. Heel mooi geworden. En ik zet hem nu alvast op de schaal. Kijk, dat kan wel een tikkie hebben. En dan ga ik mijn topping eroverheen doen van witte chocola en cream cheese. En dat gaat die cake echt helemaal afmaken.
Ik heb mijn cake heel even in de koeling gezet om de topping op te laten stijven. Dan ga ik hem nog een klein beetje dusten met van dit groene theepoeder. Kijk, dit maakt zo'n taart helemaal af. Dan ben ik echt ontzettend benieuwd hoe die er aan de binnenkant uitziet. Ik hoop jullie ook. Ik gebruik een kort kartelmes. Die cake is een klein beetje sponsig. Dus je kan een mes er niet zo doorheen drukken. Lekker stukje. Ik heb trek. En daar komt hij. Nou. Mooie marmer. Nou, een prachtig cakeje toch? Ook even proeven natuurlijk. Heerlijk.